Het verschil tussen arm en rijk wordt steeds groter. Ja, belangrijk dat we daarbij stilstaan dus op 17 oktober tijdens Internationale Armoededag. Hoe we dat doen? Tijdens de 5e editie van het grote Utrecht Stadsdiner natuurlijk. Ruim 8000 Utrechters eten dan op hetzelfde moment dezelfde maaltijd op tientallen locaties door de hele stad. En aansluitend praten we tijdens de 2e editie van het grote Utrecht Stadsgesprek natuurlijk over arm en rijk. Tussen 20:15 en 21:15 vanuit de bibliotheek aan de Neude. Ik ben Emina Zorlak en samen met Jordi de Jong spreek ik met boeiende gasten met veel concrete ervaring uit de praktijk van alle dag. Over de relatie tussen voedsel, gezondheid en armoede en hoe dat per generatie zit. Wat is er veranderd van generatie op generatie en wat is er hetzelfde gebleven? Hoe doorbreek je het doorgeven van armoede van generatie op generatie? Hoe kon je vroeger goedkoop en gezond eten en hoe gaat dat nu? En wat voor invloed heeft armoede op je mentale gezondheid? Over dat soort vragen gaan we het hebben en nog veel meer. En dat doen we natuurlijk met onze gasten die hun ervaringen met armoede met ons gaan delen. Er is muziek en ook jij kunt meepraten in de bibliotheek op de Neude. Ja, supergezellig als je dan eerst aanschuift voor het stadsdiner. En laat daarna je stem horen tijdens het grote Utrecht Stadsgesprek. Vind alle informatie op stadsdinerutrecht.nl. En dan zien we je graag 17 oktober, 20:15. Tot dan!